Rotterdam mag 40 bedrijven niet sluiten omdat ze een gokcel in de zaak hadden staan. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten. Goed nieuws voor de betrokken ondernemers. Nou ja, de ondernemers die we hebben bijgestaan zijn natuurlijk heel erg blij dat de rechter hen in het gelijk heeft gesteld: dat het niet redelijk is dat hun zaken nu dicht moeten. En dat de burgemeester daarin veel te kort aan de bocht is gegaan. Ja, wat zijn jullie volgende stappen? Nou, de burgemeester moet nu uh, alsnog besluiten, uh, beslissingen op bezwaar nemen in deze zaken. Dus in zoverre is de gemeente nu aan zet. Maar het is uh, heel geruststellend dat uh, de voorzieningenrechter al geoordeeld heeft dat het voorlopig niet uh, aannemelijk is geworden dat die cashcenters waar het om gaat, uh, dat je daarmee een, een samenwerkingsverband met illegaal gokken hebt, uh, dat wat dat betreft die ondernemers niet zoveel te verwijten is en dat ook daarom het sluiten van die zaken op dit moment gewoon niet proportioneel is. Lokal burgemeester Wijbega laat weten dat de zaak voor Rotterdam nog niet gedaan is. Hij gaat de rechter voorzien van meer bewijs tegen de ondernemers.